De enorme glazen wand van het ROC aan de Willem de Rijkenlaan is een soort trekpleister geworden. De wand is 4 verdiepingen hoog en biedt de voorbijganger een inkijkje in het gebouw. Zo kunnen zij zien wat er binnen allemaal gebeurt, maar de scholieren kunnen ook een blik naar buiten werpen. En dat is volgens de Eindhovense architect Paul Diederen precies de bedoeling. Want scholen willen graag open en transparant zijn. En bovendien zorgt de glazen wand volgens hem voor een maximale uitstraling.